We zijn hier met oud-docenten van het Reasmus die over de reunie gaan. Waar is precies de reunie voor? De reunie is voor het 150-jarig bestaan van het Erasmus. Erasmus is uiteindelijk gegroeid in al die jaren. Daar kun je heel veel van terugvinden op onze site van het Erasmus. Keurige historie. En we vragen eigenlijk alle oud-leerlingen van het Erasmus om deel te nemen op deze fantastische dag. En dat wordt de 5e oktober. Ja, we zijn 150 jaar, dus eigenlijk ons geboortejaar 1874. Dus zo lang maken we al deel uit van de stad Almelo. Dus een hele rijke historie. U zei 1874, toen was u zelf nog helemaal niet, toch? Dat klopt. Nee, zo oud ben ik inderdaad nog niet. Maar de school wel. Dit gebouw trouwens nog niet. We zaten eerst in de buurt van het theaterhotel. De eerste jaren van de school, zeg maar, van het Erasmus hebben we daar als gemeentelijke HBS gezeten. In 1926 is dit mooie schoolgebouw geopend. En later, in de jaren 50, werd dit het Erasmus Lyceum. En wat is er dan zo leuk aan om hier dan te komen? Ja, heb je een dagje? Dat zou ik je allemaal vertellen. Nee, dat is super. Kijk, we gaan er een hele mooie dag van maken. Zo gezellig en ongedwongen, zoals alle leerlingen het ook kennen van zoals ze hier op school zaten. En dus een dagje Erasmus herbeleven, oude klasgenoten ontmoeten, oude docenten ontmoeten. Een hele leuke dag hebben hier met elkaar kijken hoe de school een beetje veranderd is, hoe leuk het geworden is. Het was vroeger al leuk, maar het is nu nog leuker. En we sluiten af, zoals we gewend zijn op Erasmus, met een schitterend feest. Over generatieplannen, kan een van jullie daar wat over uitleggen? Natuurlijk. Kijk, dat ontmoeten, dat is natuurlijk het leukst als je dat doet met mensen die ook op school zaten toen jij er was. Nou, om dat nu een beetje in goede banen te leiden, dat je niet de hele dag hoeft te zoeken van waar zijn mijn vriendjes uit 1965. Maar dat we zeggen van nou, wie in die periode op school hebben gezeten, die gaan naar die plek in de school. En zo gaan we generatiepleinen maken, dat je de grootste kans hebt dat je jouw klasgenoten en jouw maatjes daar tegenkomt. Dat wordt bedoeld met een generatieplein. Ja, en dan kijken we natuurlijk naar de inschrijvingen. Dan proberen we de mensen zo goed mogelijk te verdelen daarover. Het is natuurlijk een generatieplein ook een moment waar je kan zeggen, hier komen we eerst bij elkaar. We gaan lekker van de school genieten, kijken hoe het eruit ziet. En we kunnen daar elkaar ook weer terug ontmoeten. Het is gewoon een monument van zeg, daar kunnen we bij elkaar komen. Daar weet ik dat ik mijn mensen terug kan vinden. En het bijzondere van dit moment is nu dat we nu kunnen zeggen, vanaf nu is de inschrijving voor de reunie voor het Erasmus in 5 oktober 2024 geopend. Ja, dat inschrijven gebeurt dan via de website. Daar kan je je opgeven en vooral belangrijk, en dat vinden we wel echt wel stimuleren, geef even aan dat we ook jouw naam mogen publiceren, zodat je allemaal kan zien wie komen er allemaal, hoe gezellig kan het zijn, die zaak terug. Misschien denk je van, hé, ik heb die nog niet gezien als inschrijving. Laat ik eens eventjes in mijn vriendengroep rond appen van, hé, het is, kom jij ook, enzovoorts. Dus vooral met elkaar weer een mooi feest van gaan maken. Kijk, en om een reportage te maken, wordt er hier meer gedaan met beeld en geluid? Uiteraard. In een jubileumjaar wil je natuurlijk ook iets moois doen, zeg maar op beeld. En daarom zijn er twee oud-leerlingen van ons, Giel Pazen en Pim Schonebeek. Die gaan een heel mooi videodrieluik maken, een soort documentaire, waarin ze het gaan hebben. Echt drie thema's, één over ontwikkeling. Dus welke ontwikkeling ben je doorgegaan in jouw tijd op het Erasmus. Eén deel over herinneringen, dus mooie herinneringen. Maar nou ja, ook, we hebben ook mensen natuurlijk hier gedurende de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, op school gezeten. Die hebben ook wel af en toe wat pijnlijke herinneringen over bombardementen. En dat je bij wijze van onder de tafel moest kruipen, dat soort verhalen. En het laatste deel van het drieluik gaat dan over vriendschappen en liefdes die hier op school zijn ontstaan. Dus dat wordt natuurlijk iets heel leuks. En dat kunnen mensen dan op de receptie straks bekijken. Uiteraard ook via onze website, maar ook de bezoekers van de reunie, die kunnen daar ook naar kijken. Nou, allemaal komen dus naar de receptie en de reunie, zou ik zeggen. Wilt u nog wat zeggen tegen de kijkers thuis? Jazeker. Als je op het Erasmus hebt gezeten en je hebt bijvoorbeeld een vriendengroep die je nog steeds ziet, of je bent drie, vier generaties die bij ons op school heeft gezeten, neem dan contact op met communicatie@het-erasmus.nl. Wie weet kunnen we dan contact opnemen zodat je deel uitmaakt van de video.